Mien Huiskes is een kunstschilder die schildert met een sterke gelaagdheid door het gebruik van materie in combinatie met verf. Haar inspiratie vindt zij veelal op haar verre reizen. Ik laat me inspireren door een gevoel meestal. Wat ontstaat doordat ik me ergens door geboeid voel. Daar ga ik achterheen. Dat diep ik helemaal uit. Ik maak een voorstudie van al mijn onderwerpen. Ik werk het liefst in thema's, in series. Daar kun je helemaal in onderduiken. Zodat het gevoel wat je hebt bij de eerste contact steeds verder kunt uitbouwen. En voor deze expositie heeft u als thema engelen en vrouwen. Ja, Angeli Redone. Geïnspireerd op de Italiaanse Renaissance kunstenaars. Ik had een opdracht voor een uitvaarthuis. Ben in die materie gedoken van sterfelijkheid en eeuwigheid. Daaruit voortvloeiend is door het geweld en de onvrede in de wereld toch een hang naar engelen. De spirituele contact tussen God en de mensheid. En in die aartsengelen, die hoofdengelen, ik heb dat bestudeerd, waar ze voor staan, wat hun symbolen zijn, leidde mij verder naar belangrijke vrouwen in de geschiedenis. Zoals er hier verschillende hangen, Helena van Troje, La Belle Hélène, Scheherazade of Salome. En weliswaar engelen, maar ook vaak femme fatales, hè, zoals je weet. En die heb ik op een fresco-achtige manier, zoals die Italianen dat tegenwoordig presenteren, wat ze nog allemaal blootleggen en opschonen en restaureren, heb ik me dus laten inspireren om in deze fresco-achtige stijl met materie te werken. Want u noemt dat materieschilderijen. Ja. Waar komt dan de materie vandaan? De materie die ik gebruik bij een bindmiddel en de verf, ik werk meestal met acrylverf, is gravel, is fijne duinzand, zijn plantenvezels. Vroeger heb ik zelf papier geschept uit planten. Het is een heel bewerkelijk en tamelijk milieuonvriendelijk proces. Dus ik probeer over de hele wereld uit palmbomen en alles een mooie vezel mee in mijn koffer naar huis te nemen. Wat ik later weer prepareer en gebruik in die schilderijen, in combinatie met pigmenten, de kleuren zelf, zoveel mogelijk zelf proberen te maken. En met de zand en de mergel en gravel, alles wat zich aandient en wat een mooie gelaagdheid en conservering geeft. Kunst maken, dat is schepping. Wanneer is een schilderij voor u klaar? Het is klaar wanneer het gevoel dat zegt van, het is als een heel groot geschenk. Je bent er 1,5 tot 2 jaar mee bezig. Ik werk aan 10 schilderijen tegelijkertijd. Om ze zo spontaan en zo, vooral niet dicht te schilderen, maar zo spontaan mogelijk te presenteren. En op een gegeven moment dan dwing ik mij om nu te zeggen, de eindfase is er. Dan moet je eindelijk eens zorgen dat het af is. En dan ineens is het af. En dat voelt dan zo en dan gaat de handtekening eronder en dan is het klaar en dan kom ik ook nooit meer op terug. En van wie houdt u meer, van engelen of van vrouwen? Mag ik dat antwoord schuldig blijven?